De Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM, houdt voor de vijfde keer haar culinaire event met Michelinsterren koks de Fête de la Cuisine, het feest van de keuken. Dit event is gekoppeld aan goede doelen. Onder andere zullen kinderen met een beperking en behoeftige bejaarden worden geholpen met de financiën die binnen worden gehaald. Vandaag is er een persconferentie gehouden waarin is uitgelegd hoe de culinaire week eruit zal zien. De Michelinsterren koks komen uit Nederland. Een van de koks, Gerald Wollerich, die ook chef de équipe is, vertelt wat hij zal klaarmaken tijdens de culinaire week. Nou, mijn lievelingsgerecht wat ik al jaren op de kaart heb staan, dat is een tong. De tong is gevuld met een vars van coquille, belegd met een beetje ganzenlever. Daarbij een saus van champignons kookvocht, Madeira. En in de tijd wanneer er moriers zijn, heerlijke verse moriers erbij. Dat heb ik denk ik al een jaar of 16, 17 op de kaart staan. En altijd in deze tijd, moriertijd, eigenlijk is dan nu alweer een klein beetje afgelopen, komt het gerechtje iedere keer weer terug. De koks hebben ook rekening gehouden met de Surinaamse keuken. Er is een bezoek gebracht aan de centrale markt. En vanuit het aanbod zijn er menus gemaakt, vertelt Wollerich verder. We hebben dus drie avonden. We hebben dus de zeven hapjesavond. We hebben een drie gangen menu, de midweek. En we hebben het gala-diner. Het gala-diner nemen we de spulletjes vanuit Nederland. Wat onze signature dish, zeg maar, om mee te nemen. Om hier te kunnen laten presenteren. Maar die andere twee dagen die we dus over hebben, laten ons inspireren op de markt. Ik ben al vaker op de markt geweest, maar de andere kocht nog niet. Dus wat we vanmorgen gedaan hebben, samen met Jean en Paul natuurlijk, lopen met z'n allen over de markt heen. We beginnen vooraan, we lopen eerst door de groentes heen, we lopen door de vis, vlees heen. De bedoeling is dat je een klein beetje laat inspireren van, nou, wat kan ik ermee? Want je weet, je moet een drie gangen menu maken op die woensdagavond. En je hebt voor morgenavond het walking dinner. Dus zo proberen we iedereen even te laten inspireren van, nou, we kunnen met dit kunnen we dat doen. Met, natuurlijk met behulp van Joan, want heel veel dingen, die kennen wij in Nederland niet. Dus als zij laten het ons uit, want de kattenhaar bijvoorbeeld, dat kom je in Nederland absoluut niet tegen. Als je dat proeft, dan inspireert je al meteen van, nou, dan kan ik dit mee, dan kan ik dat mee, dan kan ik dit mee. Een van de Michelinsterrenkoks, Gerald Wollerich, vandaag tijdens een persconferentie over de Fête de la Cuisine, het culinaire event van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. Dit event, dat voor de vijfde keer wordt gehouden, is in eerste instantie bestemd voor goede doelen, maar moet uiteindelijk ook doorwerken in de culinaire toerisme van Suriname en Nederland. Dit betekent dat Suriname ook geld kan verdienen uit deze sector. Deze editie van Fête de la Cuisine wordt gehouden tot en met zaterdag 10 juni.